hier wel veel ranziger dan ik had verwacht, dit gebouw. Okay. Behoorlijk uitgeleefd, terwijl het een heel nieuw pand is. Vindicat heeft het grootst geadverteerd. Kom binnen en ontdek Vindicat. Ze zijn natuurlijk niet zo heel erg goed in het nieuws geweest de laatste tijd. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk echt bij Vindicat? Kun je ons ook een rondleiding geven door Vindicat? Ja, natuurlijk. Kom maar mee. Dit is eigenlijk onze keuken. Elke woensdag eten alle eerstejaarseten hier. En de andere dagen is het ook eigenlijk open om een bordje te kunnen halen. De diners worden hier gekookt door onze koks. Echt? Hier zijn de rest van de plek om te kunnen eten. Het wordt ook vaak gebruikt als vergaderzaal of voor lezingen, workshops en soms voor een feestje. Dat zie ik, ja, want ik zie ook volgens mij bier op het plafond. Ja, af en toe wat spetters, maar... Wat spetters? Dit zijn wel een stuk of 50 biertjes, denk ik, hoor. Ja. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar het dakterras. Dit is persoonlijk een van mijn favoriete plekken. Je hebt hier een mooi, prachtig uitzicht over de stad. En waarom stadsverband? Nou ja, we hebben vorig jaar hebben we dit evenement in het leven geroepen... om toch eigenlijk een stukje verbinding te zoeken tussen de studenten en de stadjers... die hier in onze mooie stad leven. En vandaar daarom het verband, ja, de verbinding tussen de student en de stadjer. Vindicat is natuurlijk wel de laatste jaren wel af en toe negatief in het nieuws geweest. Wat is jouw kijk daarop? Hoop je met zo'n open dag een andere kijk te creëren bij de stadjers? Ja, nou ja, het klopt natuurlijk dat Vindicat niet altijd even goed in het nieuws is geweest. En daar zijn we ook echt zeker niet trots op. Maar des te belangrijker vinden we het om zoiets te organiseren. Om ook te kunnen laten zien wat we wel allemaal goed doen. En om ook gewoon de stadjers een inkijkje te kunnen geven in onze vereniging. En te laten zien wat wij wel organiseren en doen, ook voor de buitenwereld. Heb je zin in thee? Kom maar mee. We hebben hier de echte contest theezakjes gooien. Ja, precies. Het is soms een wedstrijd voor de grap allemaal. Om je theezakje omhoog te gooien en dan te kijken welke er blijft hangen. Ah. Ga je voor Vindicat kiezen? Nee. Nee? Nee. En waarom niet? Omdat ik niet studeer. Ah, ja, dat is natuurlijk wel een vereiste. Ik doe wel, maar die zit niet bij Vindicat. Jij hebt niet voor Vindicat gekozen? Nee. Hoorde ik net van je broertje. Dat klopt. En waarom niet? Ja, ik ben niet echt van het feestbeest of zoiets. Van het bier drinken ook wat, niet, wat voor beeld heb je dan van Vindicat? Nou ja, ganzen in de huizen. Brand op het balkon. Ja, ik weet niet. Je durft hier echt je hand niet op te leggen, want dit is gewoon een rioolgoot eigenlijk dit. Het is bedoeld om je glas bier in te zetten, denk ik. Maar het is... Ik zag in die goot bij de trap ook, zag ik halve broodjes hamburger liggen en zo. Ik dacht van, als je open huis houdt, dan maak je het even schoon. Maar dat zou ik wel doen thuis. Waar gaan we nu heen? We gaan nu een kijkje nemen in de Magna Peterzaal. Daar worden vandaag lezingen gegeven door oud-leden over de geschiedenis van onze vereniging. Wat zijn nou de verschillen van de vereniging nu en toen? Nu is het wat informeler. Het was ook in mijn tijd was het nog wat formeler. Jasje, dasje was toch wel echt een groot goed. Er werd niet gefeest met bier. Natuurlijk dronken wij bier. Dat is geen probleem. Wij dronken sherry. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een biertje wou. Ja, een biertje? Nee. Jaren 60 hoor. Ja, inmiddels. Maar vind ik dat is nu wel anders, toch? Ja, nu drinken de vrouwen ook wel een biertje hoor, op een feestje. Ja. Vroeger werd er ook wel eens een piano over het balkon gegooid natuurlijk. Ja, maar gebeurde vroeger ook best, gebeurde best ook wel eens wat. Maar wat dan bleef het in de beslotenheid en dan gebeurde er wel eens wat. Maar ja, geen sociale media. We hadden geen sociale media in die tijd. En wat heb je er nou aan na die 4-5 jaar als je hier hebt gezeten voor in de toekomst, voor in je verdere leven dat je bij Vindicat hebt gezeten? Nou ja, wat voor mij het allerbelangrijkste is dat je gewoon heel veel nieuwe vrienden maakt. Het is hier echt een ontzettend warm bad waar je binnenkomt. En er staan meteen heel veel vrienden aan je zij waarmee je onvergetelijke tijd hebt.